Het Openbaar Ministerie kan aan de lage straffen niet veel doen. Dat is aan de rechters. Maar de pakkans kan wel omhoog. Uit frustratie over het gemak waarmee klanten en employers minderjarige meisjes en jongens misbruiken, zet het OM sinds een paar weken lokprofielen in. Dat is voor het eerst. En ze weten nog niet wat de rechter hiervan gaat vinden. Dus vandaag presenteren wij ons als Levi online. Dit is een niet bestaande jongen. Dus het is een virtuele creatie. Het is net echt. Ja, het is net echt. Ja. Met Levi's profiel gaat het Openbaar Ministerie aan de slag op chatsites en seksmarktplaatsen. En hoopt zo klanten en employers te traceren die contact zoeken met minderjarigen. Ja, ze stromen echt binnen. We zijn nu een minuut of zo bezig en we hebben al vijf berichten in de inbox. Bizar. Ja. Hoe jong ben je? Oké, daar wordt meteen gevraagd. Soms wordt er direct gevraagd om stats. En dan geef je wel mee dat je bijvoorbeeld 16 bent. Ja, want stats, dat is dan leeftijd? Ja, leeftijd, gewicht, lengte en de lengte van je geslachtsdeel. Ja, je ziet dat er mensen, dat hebben we eerder gezien in een onderzoek, dat er mensen zijn die de hele dag dit soort sites aan het afzoeken zijn. En kijken of er een nieuw iemand op de markt komt. Ja, ja. En dat dan ook in de gaten houden. Het is een nieuwe stap voor het OM om zo'n lokprofiel te gebruiken. Precies. Niet onomstreden. Nee. Waarom kiezen jullie hier nu toch voor? Omdat door dat inzetten van het lokprofiel aan klanten laat weten dat het dus niet risicovrij is. Dus je kunt wel een afspraak maken, maar heb jij nou net de pech als klant dat je afspraak maakt met zo'n lokprofiel, dan ben je voor ons aan de beurt. Dus also, het OM heeft gewoon het gevoel, wij moeten gewoon verder gaan, stappen verder nemen om dit probleem te kunnen tackelen. Ja, precies. We moeten ook alles inzetten, we moeten alles uit de kast halen om aan Nederland duidelijk te maken dat dit echt niet door de beugel kan. Ja, dan zijn we natuurlijk benieuwd hoe er wordt gereageerd op het moment dat we zeggen dat we 16 zijn. Dat is lekker jong. Heb je al ervaring met mannen voor geld? Oké, dus hij heeft er geen probleem mee? Nee. Er is nog niemand die zegt, ik haak af? Nee. Kijk, hier krijg je nog een tip. Niet direct neuken, want het doet geweldig veel pijn de eerste keer. Oké, hij heeft allemaal tips. Nou ja, dat hoor je ook wel van jongens terug die dit werk hebben gedaan. Of zich hebben aangeboden als payboy. Als we dan terugkijken op die periode, dan was het allemaal toch niet zo rooskleurig als ze hadden gedacht dat het zou zijn. Ja. En natuurlijk kan je geld verdienen. En je verdient meer dan als je achter de kassa zit. Maar als we terugkijken op die periode in hun leven, dan zeggen toch vrijwel alle jongens, als ik het had geweten dat het zo zou zijn gelopen, dan had ik het niet gedaan.